Goeiedag. Het shirt met nummer 16 ligt klaar in de directiekamer van Jan Reker en is voor Stef Nijland, de nieuwe aankoop van PSV. Hij tekent een contract voor 5 jaar. Vanmiddag werd hij gekeurd. En het is voor de man die vorig seizoen zijn debuut maakte op het allerhoogste niveau in Nederland een verrassend snelle stap. Ja, dat was wel een verrassing. Ik wist dat er wel wat speelde al de afgelopen weken. Maar eigenlijk heb ik ook aangegeven, want ik hoef verder niks te weten totdat het niet concreet is. Want dan kan ik me gewoon richten op Groningen. Ja, toen het vrijdag gemeld werd, kwam het ineens heel dichtbij en is het heel snel gegaan. En, ja, nu sta ik hier al met de keuring achter de rug. Dus dat is wel een heerlijk gevoel, ja. Heeft het je allemaal al verrast? Ja, natuurlijk heeft het me wel verrast. En zeker omdat het dan moet in kort tijdsbestek. En gezien het afgelopen seizoen en de voorbereiding. Ja, ik had niet verwacht dat deze stap nu gemaakt zou worden. Maar ik vind het wel hartstikke mooi. Waar ga je op richten? Nou, in eerste instantie natuurlijk om hier zoveel mogelijk speelminuten te maken. Maar ik realiseer me ook wel dat ik gehaald ben ook met het oog op de toekomst. Dus dat ik hier gewoon de tijd en de kans krijg om het te ontwikkelen. Om fysieker te worden en om uiteindelijk te slagen bij PSV. Nijland is niet de eerste jonge aanvaller die de stap van FC Groningen naar PSV maakt. In het verleden was die route ook weggelegd voor bijvoorbeeld Arjen Robben. Maar dat vergelijk durft Nijland nog niet te maken. Nee, ik denk dat als je naar zijn situatie kijkt, die is vervolgens nog een jaar verhuurd aan Groningen. Dus je had iets meer Eredivisie wedstrijden in de benen. Maar ja, ik denk ook niet dat je naar andere mensen moet kijken. Je moet gewoon naar mijn eigen spel kijken en naar mijn eigen ontwikkelingen. Ja, ik heb er hartstikke veel vertrouwen in. En ik denk de club ook, want de 5 jaar die staan gewoon voor dat het van beide kanten een heel mooi succes kan worden. En ja, ik heb er gewoon ontzettend veel zin in. En wat ik ervan verwacht verder, we zien het wel. Ik heb er, wat ik aangeef, heel veel zin in. En zo poseert Nijland trots met zijn shirt in zijn nieuwe stadion. Officieel heet hij Stefan, maar het wordt gewoon Stef. Nou, even een hele trotse smile. Ja, zo ja. Hartstikke goed. Jij wel vast. Dank je. Oh, sorry. Ja.